Fien en Teun zijn terug op de televisie met nieuwe afleveringen. Op 29 april gaf producent Van Hoorne Entertainment alvast een klein voorproefje. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. De gasten werden ontvangen in een echte koeienstal en keken samen met Fien en Teun naar de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen. Moet er boter in de pan, anders blijft de pannenkoek plakken. Hè? Dat is chocolademelk. Ja, dat zei ik toch. Koeien met bruine vlekken geven chocolademelk. Hé, hoe kan dat nou? Ze ken je alle dieren van de boerderij. En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal. In hun eigen dierentaal. Na het feest mochten alle kinderen spelen op de boerderij, waar ze konden ponyrijden en zelfs de lammetjes mochten voeren. Moe! Heel goed! Nu ken je alle dieren van de boerderij. Ben jij ook zo benieuwd naar de nieuwe belevenissen van Fien en Teun? Kijk dan vanaf 2 mei weer naar de vrolijke avonturen van Fien en Teun op en rond de boerderij. Elke schooldag rond 5 minuten over 11 te zien bij RTL Telekids op RTL 8 of via de Telekids app.